Goedendag kijkers van de Multistream Team en welkom bij mijn vierde deel van mijn Brutii Short Campaign. Dat is weer die leuke soundtrack. In de vorige episode hebben jullie gezien dat we Salona hebben veroverd. Larissa en Corinta. En nu ben ik van plan om dit leger gewoon zo voor eens en voor altijd te laten verdwijnen. Oh my. 3 militia hoplites en 2 light lancers. Dat moet geen probleem zijn. Rodas is ook nog een ding, maar ik had van de Senaat ook het opdracht gekregen om Pergamum te veroveren, maar... Probleem is... Dit is een faction hier. Het kan zijn dat de faction leader hierop is, maar het kan ook zijn dat de faction leader hier is in de buurt met een dik leger. Dus ik denk niet dat ik ervan uit moet gaan dat ik met een klein legertje deze moet aanvallen. Want ik denk dat ze hier toch nog een dikker leger hebben dan dat ze laten showen. Anyway... Even kijken. Hier kan ik niks bijbouwen. Dat is nog altijd een town. Hier kan ik zoveel mogelijk bijbouwen. Hier ga ik wel high-techs doen. Very high-techs uiteraard. Want ze zijn nog altijd blij. Dus ja, why not? En de Roman Senate. Wat doen jullie daar zelfs? Oké. Wat ik nu wou doen. Ik ben nu neutral met Macedonians. Dus ik wou dit leger gebruiken. Om Pergamum aan te vallen. Maar, ja, kleine voorbereiding treffen, hè. Ik ga hier equities maken. En hier maak ik nog een extra groepje Hestati. En met dit voorbereidend leger ga ik Pergamum aanvallen. Maar ik heb hier een goede vloot voor nodig. Ik had ergens een vloot. Nee, dat was niet. Er was ergens een vloot hier. Dus, hè? Huh? Waar is mijn vloot? Ah, oh, hier. Oh, wow. Oké. Ik had dat niet eens gezien. Ah ja, ik was aan het retrainen. Perfect. Oké. Hier maak ik dan een extra groepje staat. Deze leger ga je dan gebruiken om dit settlement te veroveren. Deze zou genoeg moeten zijn. En ik denk dat ik over mag gaan. Alhoewel. Retrain ik niemand? Nee, oké, dan ga ik dit leger al verplaatsen. Ik ga de mercenaries laten staan. Maar ik mag niet te veel verplaatsen. Alhoewel net zo, very high-techs. Maar niet te veel laten verplaatsen, want het kan zijn dat zij boos gaan worden. Of nee, ik ga eerst dit leger wendelen. Macedonië moet maar in oorlog gaan met mij. Let's go. Let's do this! They will die! And they will live forever in hell. Oké. It is the noblest and safest thing for a great army to be visible animated by one spirit. Oké. Oh, damn. Macedoniërs hebben de heuvel. Alhoewel, wat voor een vreemde map is dit? Oké, Macedoniërs staan waarschijnlijk daar. Dat is al obvious. Obvious. Ik kan niet meer spreken. Ik had van deze twee misschien één groep moeten maken. Ja. Dit is echt moeilijk. Ik kan gewoon mijn fellings niet gebruiken. Ik kan die gewoon direct laten retreaten. Ze hebben hun best gedaan met de vorige. Deze. In ieder geval mogen hier. Nee, niet. What the fuck? Niet deze staat hier. Oké, jullie mogen hier. Equites. Deze twee generals mogen hier. En deze mogen hier. Oké. Wat staat daar nog? Oh. Nog meer skirmishers. Oké. Let's do this! Oké. Even de high ground pakken. En deze laat ik gewoon even vluchten, because why not? Retreat! Dat heb ik nog nooit gedaan, jullie iets laten vluchten. Maar ik dacht van, voor alles moet de eerste keer zijn. Hè. Yo, dag mensen, jullie hebben jullie taak gedaan bij de vorige siege. Daar wil jullie voor bedanken, jullie zijn helden van de Brutii, ga nu maar weg. Jullie hebben al even genoeg gedaan. Hey, denk aan mijn mannen, hè. Even lassen.
En nu gaan we met dit leger verder naar Macedon. Oké, dus we hadden 3 groepen militia hoplites en 2 groepen lightlancers. Ja, ik heb 3 generals, hun cavalry is echt niks vergeleken met dat van mij. En die militia hoplites kan ik echt nog misschien minste mannen laten doden van mij door gewoon mijn spears erop te doen. Dat alles wil jullie lopen. Oké, wat ik nu van plan ben om te doen is deze general naar daar. En deze twee naar hier. Even mijn groep die spannen. Oké, perfect. En deze stuur ik hierop af. Deze hier. Deze hier. En deze mogen ook nog eens op hier. Dan gaan ze ongeveer hier staan. Dan ga ik mijn Hestati even een extra groepje maken. Dat ze goed gesorteerd zijn. En ik ga die hier zetten. Voor in het geval hun paarden... Oh, wat? Voor in het geval hun paarden mij gaan aanvallen. Dan heb ik nog Equites hier. Kan ik nog even hier zetten. En ja, dan ben ik goed. Deze mogen naar hier. Deze ook. Ik geef wel een hoplites alsjeblieft niet aan. Perfect, 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 perfect. Perfect. Alles verloopt goed. Deze lightlancers zijn ook dood. Oké, die mannen gaan ook zo snel routen, sowieso. Oké. Wal hier langs achteraan, alsjeblieft. Dan ga ik deze paarden gebruiken om deze militia hoplites langs achteraan te vallen. Oké, perfect. Unleash hell! Met, oh, bam, ze komen terug ineens, of hè? Oké. Kill er zoveel mogelijk als jullie kunnen. Kill er zoveel mogelijk alsjeblieft. Nu, jullie gaan die niet meer kunnen inhalen, maar probeer het toch maar. Try. Go, 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 go. Voilà, ze. Good job, man. Good job. Dat is het laatste van Macedonië in dit gebied. 13 mannen, dan gaan hun leger disbanden. En als dat niet zo is, dan fuck yo dan. Oké, hun leger is disbanden, dat is perfect. Oké, war, dat is geen probleem. Stuur ik deze even terug hier. En dan ga ik hier nog een beetje retrainen. Oké, perfect. Hier ga ik niets doen. Alhoewel, ik kan... Wat ik wel zou willen doen, is deze twee towns zo snel mogelijk naar een large town laten doen. En hoe je dat doet, in minder dan peasants. Dat zijn 240 mannen die ik kan verplaatsen naar andere towns. Met 4 groepen peasants ken ik al 1 town, zeker. Oh, dan deze is al met 2 groepen klaar. Deze met 4 groepen. Ah ja, nu toch. Dit is een large town. Daar ga ik niet te veel doen, want er is echt weinig populatie daar. Oké. Ik heb nu dit leger, dat is aan het refreshen, alhoewel. Ken ik wel aan eigenlijk, als ik gewoon... Mijn mercenaries laat ik dan even liggen. Even kijken, ze zijn heel boos. Ik kan extra mercenaries maken om daar in de town te laten. Oké, dan zijn ze terug blij. Perfect eigenlijk. Dan gaan we deze groep aanvallen. Dat zijn... Yeah, why not? Ik zal die eens met mijn general laten aanvallen. Eens zien of ze gaan winnen of niet. 1v1 general versus captain. Wat is dat met die heuvels, mannen? Echt waar? Dat is insane. Echt waar? Wat is dit? Die Macedoniërs gaan sowieso dik daar staan, hè? Dat is een dik nadeel voor mij. Ik ga voor zekerheid een X-groep Equites doen. En
Wat de hel is dit voor map? Maar ik denk... Nee, zou dit ook een multiplayer map zijn? Ik hoop van niet, want... Ja, die staan daar, de losers. Echt waar. Dat is gewoon een moe van te worden. Come on. Hoe staat mijn leger hier zelfs? Zo heel scheef. Dat is niet gezond. Dat is echt niet gezond. Allee. General, val gewoon aan. Alhoewel. Ik kan een dikke charge van boven doen. Maar hopelijk kan ze mij niet aanvallen. Dan heb ik een heel dik voordeel. Nog niet aanvallen, jongens. Perfect, perfect. Nu heb ik het voordeel. Oké, laat ze maar sterven. Laat ze maar sterven. En deze equities langs achteraan, voilà. Is toch geen 1-1, maar boeien. Ze zijn echt die kant verliezen. Mijn general pakt die gewoon. Ja, oké, en nu komen mijn equities. Kom aan. En hun general is dood. Ik hoop dat hij hun leger ook zal disbanden, maar waarschijnlijk niet. Dat is echt de vreemdste map ooit. Stel voor, hier staat een settlement op mij. Dat is gewoon onmogelijk, zo'n scheve settlement. Oké, dankjewel. Dankjewel. 0 kills. Aha, ze hebben 0 kills van mij, oké. Goed gedaan, mannen. Goed. Oké, uw leger is niet disband, maar dat maakt niet uit. Thessalonica will be mine. Oké, no mercy with the Macedons. We gaan weer naar hier. Daar ging retrainen. Oké, perfect. Dan ga ik enter doen. Nou, dat is mijn diplomaat. Was dat van Spain? I don't know. Ik kan ook van Dacia zijn. Oké. Dat ziet er goed uit. New family. Member. Construction report. Oh, zoveel dingen is klaar. Laten we aan de hygiëne werken hier. Wat is er nog klaar? Athens. Hier gaan we werken aan... ja. Deze hebben we niet echt nodig, want... Ze zijn niet blij daar. Ik kan zelfs naar very high tech gaan als ik wil. Ik zal ook hygiëne doen. Dat is ook belangrijk. Ik wil niet de pest in mijn dorp hebben. Hier maak ik een farming. Salona is er niks meer. Daar kan ik nog een beetje bouwen. Larissa. Dan kan ik retrainen, dat zijn die twee geroepen daar. En daar maak ik even kijken wat het meeste opbrengt. Die corruption, hè? dus. Devastation, wow, wat? Ik denk dat farming me toch meer gaat opbrengen. Ik kan niet goed rekenen, mensen, dus don't judge me. Hier is al één groepje peasants klaar. Die zet ik hier. En deze ook. Dan kan ik die twee subiet naar hier doen, zodat Apollonia, ja, kan groeien. Voor de rest is een general. En ik kan hier geen mercenaries maken. Oh, damn it, mensen. Zien jullie dan dik leger van Macedoniërs? Ah, dit wordt risky. Ik ga het wagen. Ik ga het gewoon wagen. Oké, perfect. Nu kan ik dit... Ja... Kan ik deze bij... Oh, wat? What's happening? it's happening. Deze... What the fuck? Dat doe ik allemaal. Oké, deze bij elkaar. Deze laat ik hier. Even kijken of het goed is. Ik doe gewoon even die tekst naar beneden. Perfect. En... Wat? Echt een goede command. Niet normaal. En deze? Minder. Perfect. Oké. Dan ga ik mijn boot naar hier doen. Deze doe ik daarin. Hoeveel mensen kunnen er nog in? Nog een paar wel. Ik ga proberen al mijn hestaat hierin te doen. Oh, maar het ene wordt dan ook kwaad. Oké,
Dat is goed. En dan doe ik daar gewoon een extra groepje. En hier ook. Ja, damn. Oké. Is er dan nog iets te doen? Ik denk het niet. Nu ben ik nog peasants aan het maken. Vallen back. Ik kan nog een extra groepje maken. En mensen doen gaan me zo dik aanvallen hier. Misschien kan ik een ondersteunend leger sturen. Nee. Dat gaat niet veel helpen, denk ik. Oké. Val me maar aan, mensen doen. Julia, wat willen jullie van mij? Ah, mensen doen heeft me niet aangevallen. Zo zit dat. Dus ze gaan zich allemaal concentreren in die town. Oké, dat is echt. Echt achterlijk, maar oké. Ik ga even kijken wat hier staat. Dat is elke episode zo. Ze laten mij niet toe in de Senaat. Echt waar, nogmaals. SPQR. Als deze Lonkenp was, jij ging sterven. Niet normaal sterven. En jij ook, trash. Je gaat als eerste sterven. En jij, dat deel ik later wel mee. Maar oké. Oh, profits. Niet anders. Dat is profits. Oh, maar is het fans faction? Dat ben ik. Tuurlijk dat. En dan ben ik niet in de Senaat, hè? Marriage. Oh, territorium is uitgebreid. Je kunt hier arena's bouwen. En andere tempels. En wat zou ik bouwen? Ik ga voor de shipwright. En hier hetzelfde. Want die brengen echt veel op. Ja, nog meer peasants gemaakt. SPQR en de Greek City States hebben oorlog. Dat maakt mij geen zak uit. Jou ga ik daar zetten. Jou ga ik in de boot zetten. Voilà. Dan ga ik jou laten disbanden. En jij ook. Dan kunnen jullie uitbreiden. En kan ik meer peasants. Meer peasants hier zetten. Om hier te zetten. Perfect. Alhoewel, ik heb deze mercenaries ook eigenlijk niet nodig. Dus ik ga die ook daar zetten. En een extra groepje peasants gebied. En deze moet gewoon geen peasants meer maken. Want het is gewoon useless. Oké, als ik deze groep dan naar daar doe. Plus een extra groepje peasants. Dan zou ik normaal gezien een large town daar ook hebben. Maar dat maakt niet uit. Dus, ik heb hier mijn dik leger. Excuseer mensen. Even pauzeren. Oxe. Sorry mensen dat ik even weg was, ik kreeg telefoon. Dat kan de beste overkomen. Oké, dus dit schip. What the fuck? What the fuck, jullie mij blokken? Nee, jullie mogen mij niet blokken, ik wil jullie settlement besiegen. Ik heb. You piece of shit. Van Greek City States. Dat is echt waar jullie dan. Dood, maar zo hard dood. Ik kijk, maar bouwen. En dan ga ik deze dorp aanvallen. En ze hebben zelfs een general laten weggaan. Er zijn enkel nog paarden en dinges. Let's go. Let's do this. Okay. Before night comes again, this battle will be over. Wow. Whether the day goes well or ill is in our hands. Wow, on our hands. Dat is gewoon easy sieges. Het hebben amper units. Begrijp je dat niet? Okay. Bam.
Oh, my ramming position. Max allemaal kapot. Okay, perfect. Bam, bam. Bam, even regroeperen. En hier zitten. Jullie mogen hier achter staan. En al mijn andere equites. Equites! Mogen hier staan. Oké. Thessalonica, the capital of the Macedoniërs, is mine. Dit is een. Oh, dit is al een minor city. Goed, goed, goed. Laatste maar. Oh, wat? Ben ik man aan het verliezen? Deze is weer een nobele dood van één Brutii member. Maar we kunnen dit oplossen door jou te wreken. Our soldiers are at the gates. Now they must batter a way through. Come on. Bam, bam. Maakt ze allemaal kapot, de Macedoniërs. Echt wel graaf. Last stand, de laatste, ja. Bam! Oh, soldiers has their... Ik kan dat niet uitspreken. Sinds de gelijk... Oké, de vorige keer is dat niet goed afgelopen. Maar ik ga gewoon fire at will doen. Zodat er al een hoop van hen kapot gaan. Maar dat was... Geen enkel dood, oké. Oké. Kom op, man, het is kapot. Ja! Dat is beter, dat is veel beter. Dat is veel beter. Perfect. Nu moeten die andere gates ook nog down. Oké, nu ga ik heel snel nu... Show no mercy! Yeah. Show no mercy! Make sure their soldiers are buried beneath the ruins. Our soldiers have captured the walls. Okay, let's go. Attack. Capture this place. Okay, jullie mogen naar binnen en jullie mogen deze aanvallen. Let's go. Attack quickly. Attack, 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 attack. Oké. Okay. Deze partjes gaan naar lopen. Wat doen jullie zelfs? Jullie moesten langs daar gaan. Noobs. Oké, ik denk dat de kortste weg naar het midden langs hier is. Dus gaan we ook zo. Maar die paardjes gaan langs daar. En die wilden langs daar gaan, want ze zijn allemaal dood. Oké. Even kijken, ze hebben nog één groep lightlancers. Als ik nu een general kapot krijg, zeg hoe. Met die vier groepen herstel die ik al binnen heb, kan ik al veel doen eigenlijk. Ik ga de rest niet moe maken. Maar even triple speed. Lightlancers en militia hoplights, die kunnen echt niks doen tegen me. Een general zal hier tussen. Wat? Luke Stoom. Ah, de Brutii soundtrack from the intro. Come on. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. A dum, dum, dum. Kom aan, sneller. I'm going to give them a reason for hate when I've crushed them. Roman steel, that's the answer. Roman steel in the Brutii fist. Any other great Roman families? The Scipii, trash,
They have no respect for proper Roman ways. For us! Die stand er eigenlijk veel te vroeg, naar mijn goesting. Kunnen jullie niet sneller gaan, alsjeblieft, jongens? Kijk, jullie hebben nog veel. Fire 12, perfect. Ook Fire 12. Je moet er hier komen. Kom aan, go. Oh shit, die paarden pakken me los. Oké. Langs achteraan. Oh damn, ze pakken mijn statie dik. Oh shit. Pak mijn statie. Oké, perfect. Dat is een general. The enemy general is killed. Fear makes a home in our enemy's heart. Noemen ze die militia hoplites. Waarom zijn die ineens zo sterk? Of ik heb gewoon heel slecht gespeeld, dat kan ook. Kom aan, pak die! In general is dat dood, dat is perfect. Oké. Nog één mannetje. The hero of Macedon. En ja, kom aan, allemaal surrounded. Waarom pak jullie die niet gewoon? Oké, perfect. Ja, 7-4 maar. Jullie zijn fucking lafaards. Maar oké, victory is mine. En nu heb ik de capital van Macedon. Die gaan we exterminaten, dat is toch een city. Of een minor city, of whatever. Repair. Dat moet natuurlijk moeten repaired worden. Ah, ze hebben zelfs geen tempel. Even kijken wat die tempels allemaal nu weer opleveren. Deze was goed voor trades. Ja. Deze ook. Oei. Nou, deze is enkel goed in begin trade. Deze is echt. Ah ja, Shrine of Mars. Misschien moet ik eens een Shrine to Mars maken. De god van de oorlog. Kan heel goed zijn. En ja, deze units die zijn fucking dood. Dus subiet ga ik met dit leger eigenlijk naar daar. Maar dat is echt wel een heel dik leger, dus ik moet heel goed voorbereid zijn. Dus wat ga ik doen? Extra mannen maken, hè. Hier ook. Hier in deze twee dorpen niet. Oké. Dan ben ik hier goed, denk ik. Ja, we opvallen naar de wonderland. Julia, wat doen jullie daar? Gaan jullie mij omkopen of zo? Ik weet niet. Jullie kunnen mij niet omkopen. Dat gaat niet. Oké. Laten we Pergamum nemen. Besieging Pergamum. Dat is waarschijnlijk een... Wow. Wow. Zoveel mercenaries. Damn it. Christian archers. Ik wil wel Christian archers eigenlijk. Die zijn wel duur. Eigenlijk alle mercenaries zijn duur. Dat zie ik allemaal. En voor de rest gaan we een fleet aanvallen. Because why not? Nog eens. Ah, dat is een ander fleet. Nu hebben mijn fleet zoiets... Een goede experience gekregen. Oké, war, Greek City States. Bam. Allemaal construction report gedaan. Oké, daar is aan bouwen, daar is aan bouwen. Hier is nog niet aan bouwen. Maar er is ook niets. Nu ik eraan denk ineens, kan ik mijn peasants naar daar sturen. Deze ook. Die stuur ik ineens naar daar. En dan, ja, mijn boot kan terug. Deze staat normaal gezien in de provincie, dus ik kan die allemaal lease banden nu. Hopelijk worden ze niet boos in de town. Ja, dat is juist genoeg. Oh, wat? Yep. Alright. Goed. Dan kan deze ook expanden. En, oh shit. Daar is dat dik leger van Macedonië. Oké, dus voor mijn missie, van mijn short campaign, moet ik deze settlement nog veroveren. Dit en dit. Ik heb er nu 10, dat zijn er samen 13. Dan moet ik er nog 2 andere veroveren. Dat zal waarschijnlijk nog Byzantium zijn. En... Oh, ik weet niet. Oh. Oh. Oeh, dat is ook nog Macedonië. Oei. Dan moet ik dat veroveren. Oké. Ah, dan moet ik al een leger klaarmaken om naar daar te gaan. Oké. Dus hier wordt er niks meer gebouwd. Dan doe ik trader of market, whatever. Hier wordt er ook niks gebouwd. Daar doe ik
Market ook. En hier doe ik mines. Want ik speel graag Minecraft. Oké. Daar ga ik nog extra man. Oh, ik kan Prinkpus maken. Daar gaan we ons mee rekening houden. Maar ik kan precies geen villages. Nou, zo erg is dat ook weer niet. Ik hou niet zo van missile units. Ik wil gewoon BAM! Offensief gaan. Oké, ik denk dat het al de end van de turn is. BAM. Julia, wat doen jullie zelfs elke turn bij Thessalonica? Oh, what? Oh, holy crap. Ceasefire, nee. Ik wil enkel dat ik wil dat je geld geeft aan mij. 2000. En accept or we will attack. Ik ga zo ceasefire, we will give tribute of oh, what? Please. Ah. Oké. Nee, ik wil pergamum. Fuck. Ah, ze vallen mij aan. Last stand of. Allemaal hoplites. Allemaal hoplites. Oh, ik heb creation archers. Let's do this. Let's do this. Als ik nu die general, die faction hier, vernietig, heb ik die settlement. Hopelijk. En een worthy enemies. Dat weet ik. This army is fully one quarter of all our warriors. Imagine how we look to our enemies. Ooh. Our people expect great things of us. Is deze leger een vierde van mijn totaal leger? Dat kun je toch niet menen. Dat is niet waar. Wat zegt die general? Dat is bullshit. We hebben het enkel over de generals. Anyway. Ik ga me opstellen. Eigenlijk is het al redelijk goed opgesteld. Als ik nu, weet je, zijn er geen enkel cavalry, maar ik ga toch wel hier eentje plaatsen. En hier eentje. Deze twee generals hier. Dat is goed. General! Perfect. Wat is dit? Ah, dat is Christian Archers, oké. Christian Archers. En deze mogen hier. En zien wat ze gaan doen. Oké, maar waar komen hun reinforcements vandaan? Dus ze gaan eigenlijk samenvoegen. Of daar, ineens, zonder reden. Oké, hoplites. Laten we met hen dealen. En ja, dat is een armored. Ja, wat zeg ik nu armored? Dat is een general's bodyguard. Let's do this! Soldiers, be proud of your family and fight for your family. Because we will conquer Rome! Oké, de Christian archers zijn al goed aan het schieten. Hoe kunnen die verborgen zijn? Oké, ze gaan al offensief. Move. Attack. En laten we eerst aanvallen met mijn frontlinie. Een general pakken. Deze general moet ook maar naar hier komen en deze hun hoplites gaan al lopen. Seriously. Deze moet je hier aanvallen. Perfect.
The enemy general is dead. It's good. Fear makes a home in our enemies' hearts. Spike the hoplites, please. Is er nu iemand over van hem? Precies niet, oké. Okay. Mensen zouden ze toch een melding moeten geven van ja. Bla bla bla. Even, nevermind. Even kijken. Vrijheid wil uit, vrijheid wil uit. En we gaan terug hervormen. Eerst twee linies zo. Dan de andere linie erachter. Dan doen we dit. Hiervoor. De Creation Archers. Erachter. Want die hebben een ziek goede range, zoals jullie eruit hebben gezien. De Hoplites. Doen wij er weer naast, ieders. Mercenary Hoplites. Zo. En de Equites. I don't know. Doe er gewoon achter. Al generals ook. Oké, iedereen en iedereen run for your life. Bam. Run, heb ik gezegd. Maak triple speed. Nu pas. Nu was hij er nog over. Oké, deze leger moet helemaal dood. En die general moet zeker dood. Als die general dood is, dan is kans groot dat ik die settlement heb. Mijn creation artjes pakken die gewoon zo los. Oké, jullie mogen terug fire at will. Fire at will. Go, go, go. Zijn ze al in de range? Jullie gaan naar daar. Jullie gaan naar daar. Zijn ze nog niet in range voor mijn Creation Archers? Attack! Perfect. Perfect, perfect, perfect. General, general. Even terug pauze. Ah, die general. Dat krijg je echt schrik van die general. Unleash hell! Charge! Die general pak ik wel met mijn creation archers. En langs echter. Oh damn it, 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 damn it. Pay the general, pay the general. Oh, this is not good. Okay, pay the hoplites, please. Come on, pak die general. Okay, pak jullie die hoplites? Pak die general moet dood. Jullie pakken die. Okay, pak die general. Pak die general. Pak hem, yes! Nice, goed. Perfect. Nu moet ik enkel al uw mannen doden en ik heb een settlement. Daar zijn nog andere mannen, maar dat is van de reinforcements, dacht ik. Perfect. Yes. Oké, in general bodyguards is ook helemaal dood. Oké, pak deze mannen. Perfect, echt perfect. Ik ben hier echt blij om.
Bam. Oh, Rome will be amazed at such a victory. Good job, man. Good job. Good job, General. Okay. Oh, nice. Perchemum is van mij. This land is Roman. Ik kan dat even zo laten eigenlijk. Wait, get trade agreement with Pontus. Ah, misschien gaan ze mij subiet ondervragen. Oh, wat kan ik maken allemaal? Oké, okay, ik kan helemaal retrainen, maar... What the fuck? Ah, er is een blacksmith. Oké, okay, ik snap het. Zo, die is allemaal retrainen, maar de merchant is als laatste. Eerst gaan de Romeinse troepen voor. En plus, ik kan nog een extra troep maken. Voilà. Enemy army routes, perfect. Mercenary war. Wow, what? Woohoo! Ik doe er niks mee. Dat is oh yeah, ik kan in de battle doen. Ik kan die direct. Ik kan die direct in Griekenland loslaten, die mercenary elephants. Holy shit, man. Echt waar. Dat is gewoon zalig. Ah ja, hier is nog een settlement besieged. Opties zijn niet zo erg precies. Eh. Ben je een spy? Opties. Nee. Ik moet gewoon op mijn tentjes beten. Let's go! Oké. Okay. Let's go, let's do this. Holy shit, hoeveel troepen hebben die? Ik ga gewoon... Ik ga even hergroeperen. Al mijn staat hier bij elkaar zitten. Zo. En... Oké, perfect. Dan doen we alles hier. Ja, mijn game crasht precies. Oké, en dan gaan wij naar buiten. En zien hoe ze gaan reageren. Ik ga jullie dorp maar drie moeten verdedigen. Nu is het van mij en het blijft van mij. Gewoon eens heel snel. Lijnen vormen, hè? Linies. Maar ja, dat is de slechtste linie die ik ooit heb gezien. Zo scheef. Oké. Okay. Wil het eens mooi hier tussen staan. Mijn paardjes hier. En mijn general hier. En ja. Maar dan ga ik traag als ik triple speed. Normaal gezien gaat de AI altijd naar de rechter. Waar you're under attack. Hoe? Ah ja, oké. Okay. Ze gaan vlak voor mijn toren staan, menens. Doe maar jongens. Doe maar. Laat u maar vermoorden door mijn toren. Nou, ze worden slim. Ze worden slim. Oké, okay, ik heb 43 minuten tijd om deze battle... What the fuck doen jullie daar ineens? Ah, jullie zijn slim. Oké, okay, mannen, loop alsjeblieft. Ik heb geen geduld meer. Double time! Ja, ik heb echt wel goed gedaan die mensen doen in zo'n hele grote lijn. Misschien moet je dat ook eens gaan doen eigenlijk. Maar eerst al mijn troepen er buiten doen. Oké, okay, even checken of ze missile units hebben. Ze hebben één groep archers. Wat gaan ze doen? Gaan ze mij omsingelen? Want dat is echt niet goed voor mij. Anderzijds worden we wel doodgedaan door mijn torens.
Wacht, wat? Worden wij ook aangevallen? Een archers, oké, ik begrijp het al. Oh ja, double speed, waarom doe ik dat altijd? Oké, double speed. Die archers pakken mijn mannen gewoon zo. Als ik nu gewoon met mijn mannen doorbreek in één linie, met mijn concentratie hier, kan ik ze ook langs achteraan vallen. Is iedereen buiten? Maar nog niet iedereen op zijn plaats. Doe ik iets verkeerd? Zo, oké. Perfect. Damn it. Vallen jullie de deze aan? We hebben ze, light lancers. En daar ook. Maar die worden dik gepakt door mijn torens. Dus wat ik eerst ga doen. Dus twee groepen Equites. En deze twee groepen. Ze komen naar voren. Wat? Oh damn, dat is niet goed. Oké, als ik mijn paarden achter hun linie heb, dan is dat echt perfect. Oké, gaan jullie mijn paarden aanvallen? Perfect. Dat vind ik helemaal nerig. Oké, die gaan lopen. Er zijn ook light lancers, dus dat maakt niet uit. Ik ga het heel voorzichtig spelen. Ja, archers, pak mijn villages maar, dat boeit me geen zak. Wat gaan jullie doen? Nog meer light lancers, oké. Dat is fair enough. Zou ik er tussen kunnen? Nee. Ga maar terug. Die gaan achter die hoplight staan, dat is ook niet goed. Wat gebeurt daar allemaal? Die hoplights gaan me dik poepen. Oh, die hoplights gaan lopen. Dat is perfect. Dat is perfect. Oké, dat is al één cavalry unit minder dat ik rekening mee moet houden. Nee. Terug. Oh, wat? Oh, er zijn hoplights. Oké, fair enough. Niet gaan lopen, please. Oké, deze moet ik wel pakken, want die gaan sowieso terugkomen anders. Hier, voilà, begint al. Vlug terugpakken voordat ze terug hergroepeerd zijn. Oké, perfect. Hoe is het met mijn andere cavalry? Oké, ze beginnen te komen, de rotzakken. Sneaky bastards. Maar nu ga ik die light lancers hier achteraan vallen. Deze ook. En dan heb ik een echte linie in handen. Dan is victory direct in mijn handen. Perfect. En nu moet een general dood. Kom maar, gaan we door, man. Ja, doe maar. Oké, perfect. Wat ik nu ga doen, we willen het eens terugsturen. Een dikke charge uitvoeren.
party as we're doing, Lomo. This victory, jongens, Macedon, is van mij. Is enkel van mij. Ik heb jullie. Bam. Ze breken. Goed dan, general. Goed dan. Ja, retreat. Retreat maar, zoveel jullie willen. Ik pak jullie wel. Voilà. Heel uw leger staat hier op zijn kap. Kunnen niks doen. Deze zijn ook al weg. Maak iedereen kapot van Macedon. Zoveel mogelijk mensen kapot maken. Let's go! Dan kunnen mijn mannen ook in deze experience opdoen. Perfect. Dat zijn de laatste units. Alhoewel, nee, daar zijn er nog. Oké, jullie pakken dan die. Als jullie nog kunnen. Ja, jullie kunnen zeker nog. En jullie pakken dan deze. Let's go! En jullie allemaal terug rust in het dorpje. Hè. Jullie taak is volbracht. Zou ze nog kunnen ontsnappen? Ja, mijn general is wounded. Alhoewel, nee, ik weet niet. Misschien lukt het nog. Het is kentje boordje, denk ik. Ja, ja, ze zijn ontsnapt, denk ik. Ja, ze zijn gedeeltelijk ontsnapt. Maar ik heb er toch een paar kunnen vernietigen. Voilà, bam. Einde van de siege bij Thessalonica. Blijf van mij. Oké. Bam. Goed dan, jongens. Oh, oké. Voilà, ze. Dus ja. In deze episode heb ik Pergamum veroverd. Heb ik deze twee towns naar Large Town gedaan. En Thessalonica is gered. Van een siege van de Macedoniërs. En ik kan niet de volgende turn wel veroveren, deze. Maar ja, mensen, dit is dan het einde van de episode. Ik hoop jullie ervan genoten hebben. En als jullie dat hebben gedaan, leave a like, comment en subscribe als jullie nieuw zijn. En ik zie jullie bij de volgende episode. Peace out.